Eindstand 0-5. Marcel en Jorten Minuten. Wat heeft krijgt in de jongens zijn? Nou ja, dat wij ook. We snakken naar een succesje. He, want dat is doping voor een groep. Dat heb ik letterlijk gezegd. En dat zit er op dit moment niet in. En ja, het succesje van vandaag is dat we de tweede helft beter spelen dan in de eerste helft. He, dat is dan een succesje. Maar goed, je maakt geen doelpunt en je krijgt er wel twee tegen. Dus ja, wat, weet je, hoe groot is dat succes? Dat we elkaar moeten blijven steunen. En er zegt ook een van die spelers terecht van, ja, maar het blijft positieve feedback. Ja, zo zit ik deels in elkaar. Van de andere kant zie ik ook wel repeterend gedrag van spelers in negativiteit, in non-verbale communicatie. Dat ik denk van, ja, dat houdt op een gegeven moment ook op. He, dus je wil het ook niet te snel op scherp zetten, maar ja, er moeten wel wat dingen veranderen. Eerst het 10 minuten, ik geef die indruk af, ze wien dus dan net wekker. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik begrijp er ook niks van. We hebben aangegeven, we willen Luc eigenlijk wel vroeg aan de bal hebben. Luc is toch een jongen, ja, ondanks dat hij uit de aas komt, maar het is wel een jongen met statuur en met overzicht en ook een goede techniek. Ja, die speelt gewoon 2-3 keer een middenvelder in. Je geeft zo 3 goals weg, uit het niets. Ja, en dan zie ik hem ook zo klein worden. Ik denk van, ja, weet je, dan kan je wel roepen, Luc, jongen, wat doe je nou? Maar dat weet hij zelf ook wel. Dus ik heb ook gezegd, hou je kop omhoog en probeer. Maar zoek dan in ieder geval de spits. Nou, dat doet hij dan. Maar goed, dan sta je wel al 3-0 achter. Ja, maar dan zond je minuten in de wedstrijd eigenlijk al spelen. Ja, absoluut. Ja, dat is hartstikke sneu. Weet je, we werken op zich prima, woensdag en vrijdag. We werken met elkaar, we werken er heel hard aan. Maar ja, je ziet nu ook het verschil tussen een ploeg wat elkaar makkelijk vindt. En op een aantal plekken gigantisch goede spelers heeft. En wij op die plekken dan tekort komen. Wat zou je dan in de rest? Want wat zou je? De twarre held, ja, daar stien ze erbij. Winnen ze gewoon positiever maken aan het voetbal in. Ja, vond ik ook. Weet je, dat we er is weer wat te halen. En we hebben gezegd, we willen eigenlijk tegen die wind wel wat meer druk zetten. Maar wel compact houden. Want de momenten dat we het niet compact stonden, deden ze ons pijn. En proberen een goal te maken. 1 of 2 goals. Ja, we krijgen wel wat kansjes. Maar ja, als je dan ziet hoe knullig we afronden schieten. Vandaag hebben we eigenlijk nergens aanspraak op mogen maken. Vorige week een 6-tje, nou 5-tje, ja. Dat is te volle. Ja, dat is veel te veel. Ja, dat is echt veel te veel. Ja, het heeft, ja, ja, ik, kijk, ik ben ook nog even aan het processen. Dat ik denk van, ja, weet je, zo'n 5e goal, dat lijkt dan op een fout in de verdediging. Maar uiteindelijk is de middenvelder, die Slot, die maakte vandaag weer 2 of 3. Dat is wel een middenvelder. Hè? Waar gaat dat dan mis? Hè? Gaat het mis in de communicatie? Gaat het mis in de omschakeling? Nou, dat vind ik dan wel lastig om dat nu aan te geven. Maar ja, we krijgen gewoon te veel goals tegen. Dus we zijn heel kwetsbaar. Ja. Positief is denk ik weer, Jesse zit er om te komen. Jesse Visser, hoe is het met Sander Vremmen? Sander heeft vanmorgen gespeeld in tweede. Sander heeft hielspoor. Daar heeft hij best wel veel last van gehad. Die heeft vanmorgen zijn eerste wedstrijd weer gemaakt in de tweede. Nou, dat ging op zich wel prima. Had ook geen reactie. Dus daar ben ik ook wel tevreden over. Nou, daar komt Jesse zit eraan te komen. Magiel zit eraan te komen. Dan heb je een aantal jongens met kwaliteit die in ieder geval de breedte versterken. En ik denk ook wel dat die een directe kwaliteitsimpuls gaan geven. Maar dat zijn natuurlijk geen verlossers. En ook met die 3 hadden we het vandaag, als je zo opbouwt, hadden we het ook heel moeilijk gehad. Dan Seert, waar de held wisselt hem nooit 10 minuten. Wordt het zorgelijk? Met Seert? Ja? Nee. Nee, ik heb veel gesprekken met Seert. En we hebben het, je zag hem ook wel wat angstig in de duels. Dat is met name als je in die clinch situaties komt. Het kan zijn dat Jeert aan het eind van het seizoen stopt. Misschien trekt hij er nog een seizoen aan vast. Hè? Maar we hebben Jelmar, jonge jongens, Jur, jonge jongen, Rick, jonge jongen. Ja, die moeten ook een spel. Hè? Ja, die moeten een minuut wel gaan maken. Dan wissel ik gewoon zo. Er was verder ook niet zo heel veel meer te halen. Wedstrijd over Jeert? Nee, absoluut niet vergeten. Want ik vind dat we wel. Je leert van de dingen die niet goed gaan. Ik vind dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan waar we beter van kunnen. Waar we van kunnen leren en waar we beter in moeten worden. Dus we moeten hem niet vergeten.